Nou, ik ga dus onderweg naar Paleis Huis ten Bosch. Op zich heel bijzonder, want ik doe dit 25 jaar, ruim 25 jaar. En ik ben daar maar 3 keer geweest, als ik me goed herinner. Het is wel verschrikkelijk slecht weer. Dus ik hoop niet dat ik daar helemaal doorregend aankom. Maar ik vind het wel bijzonder om vast al te zien wat het publiek vanaf aanstaande maandag daar te zien krijgt. Dus nou, heel benieuwd. Ja, daar kom ik dus aan, hier bij het paleis. Dat is maar heel bijzonder. Het is best bijzonder, onder moeders paraplu, paleisterrein. Ik vond het toch altijd raar om zo dicht bij het woonpaleis te komen. Er worden overigens nog snel eventjes wat gordijnen dichtgetrokken, zie ik net. Maar dit is nu mijn uitzicht. Dus ja. En daar moeten we melden. Dat zal ook wel straks het bezoekerscentrum worden. Dus is ook een souvenirwinkel met allerlei leuke hebben dingetjes. Wilhelmina pepermunt natuurlijk. Servetten met kronen. Majesty. En vooral boeken. En lintjes. Maar er is nog niemand. Nou, daar gaan we dus niet over de beroemde trap, maar via de zijingang. Maar toch heel leuk. Ik ben binnen. Kijken naar een filmpje met z'n allen. Het paleis is gebouwd als buitenverblijf voor stadhouder Frederik Hendrik en zijn vrouw Amalia van Soens. Ze wonen op het Binnenhof. Architect Pieter Bos krijgt het contract voor het ontwerp van huis en tuin. De zaal van Oranje. Het is echt prachtig. Heel mooi. Deze zaal is een eerbetoon aan Frederik Hendrik, maar ook een pleidooi voor het handhaven van de familie van Oranje-Nassau aan de top, aan de hoogste top van de Republiek der Zeven Verenigde Provincie. En dat verhaal wordt hier verteld. De treurige weduwe die je treurt om haar overleden echtgenoot en hier hem wil eren, maar het is niet meer dan dat. Er zit ook een politieke boodschap. Want deze zaal is een eerbetoon aan Frederik Hendrik, maar ook een pleidooi voor het handhaven van de familie van Oranje-Nassau aan de top, aan de hoogste top van de Republiek der Zeven Verenigde Provincie. En dat verhaal wordt hier verteld. Hier sta ik dan in Paleis Huis ten Bosch. Ik kom net uit de Oranjezaal, echt prachtig om dat weer te zien. Heel uniek, iedereen die kans heeft, die moet zeker gaan, want het is zo'n mooie zaal, echt nationaal kunstbezit ook. En het is ook wel heel bijzonder om gewoon eens hier in deze ruimte te staan waar normaal de gasten van de koning of koningin worden ontvangen. En ik sta daar nu helemaal in mijn eentje, dus dat is op zich ook wel eens leuk.